Vraag 1. Je ziet hier een aantal lichtbronnen. Geef telkens aan of het een natuurlijke of kunstmatige lichtbron is. Vraag 2. Waarom kun je dit lezen? Vraag me af hoe het kan. Hier staat een woordje dit geschreven. Waarom kan iedereen dat in de klas precies lezen? Vraag 3. Je ziet hier een lichtstraal op een spiegel. Dit is de matte kant, dit de gladde. Hier is de normaal getekend. Hier de invallende lichtstraal. Vermeld in de tekening de hoek I. Teken hem ongeveer hetzelfde na. Dus zit hij hier, hier of ergens anders. Teken vervolgens de teruggekaatste straal. En dan meet je die hoek I op en vermeld je die. Vraag 4. Spiegel uit het beeldpunt. Hier staat een mannetje en die kijkt naar zijn schoen bijvoorbeeld. Hoe zie je nou die schoen? Dus hoe komt het licht van die schoen? Bij het oog. Vraag 5. Hier schijnt iemand met een zaklamp op een spiegel. Teken de teruggekaatste lichtbundel. Schets hem na. Vraag 6. Er komt een autootje aantiffen. Geef eens aan waar de dode hoek ergens zit. Er kunnen ook meerdere plekken zijn. Vraag 7. Spiegel uit het woord vennen. Je kunt het op twee manieren spiegelen. Spiegel het één keer als je spiegel hier is. En één keer als hij daar is. Vraag 8. Je ziet hier wit licht op een prisma vallen. En er ontstaan dan een aantal kleuren. De kleuren van de regenboog. Hoe heet zo'n reeks kleuren? Vraag 9. Je valt zonlicht op groen gras. En je ziet dat licht. Hoe komt het nou dat je dat licht... Nee, hoe komt het nou dat je dat gras groen ziet? Vraag 10. Ik heb hier de Nederlandse vlag en een natriumlamp. De natriumlamp die geeft oranje licht en later wat geliger licht, dus zuiver geel licht. Welke kleur lijkt de vlag dan te krijgen? Vraag 11. Noem twee toepassingen van UV-straling. En vraag 12. Noem twee toepassingen van IR-straling. Vraag 13. Dan valt hier zonlicht op een loop, positieve lens. En je ziet dat het bij elkaar komt in punt F. Hoe heet nou de afstand van het midden van die lens tot het punt F? Dus hoe heet dat vraagteken? Vraag B. Wat verandert er met F als de lens sterker wordt? Ik moet zeggen, wat verandert er met het vraagteken eigenlijk? Het geeft ook een naam. Vraag 14, er staat hier een pijltje voor het brandpunt. Dit is 1 centimeter en die is 2. Teken het beeld. Deze kun je 1 centimeter hoog tekenen. Met de constructiestralen. Vraag 15, je ziet hier een lichtstraal waar geen regeltje voor is. Hier is een lichtpunt getekend. En nu teken je die lichtstraal verder af. Teken eerst de constructiestralen die je kent en teken hem dan af. Antwoorden. Kunstmatig, natuurlijk, natuurlijk, kunstmatig, natuurlijk, natuurlijk. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Vuur soms verwarrend, wat dat nou eigenlijk is. Als het spontaan gaat branden is het natuurlijk. Als de mens een kampvuur maakt is het natuurlijk kunstmatig. Nou, het woord dit kun je lezen. Het licht van de lampen hier en van de zon buiten valt erop. En kaatst naar alle kanten terug. Dat heet diffuse terugkaatsing. 1 punt door diffuse terugkaatsing. Vraag 3. De hoek I die zit tussen de normaal en de invallende lichtstraal. Dit hoekje. Nou, dan teken je de teruggekaatste lichtstraal. En dan moet je zorgen dat die hoek I gelijk is aan de hoek T. Spiegelwet, hoek van inval is hoek van terugkaatsing. Allebei 1 punt. En die hoek I was bij mij 30 graden. Let op dat je hem dan zo houdt. Anders, als je hem zo zou houden, meet je 60 graden. En dan heb je deze hoek hier. Dus hou hem over de normaal heen. Dan meet je je goede hoek I. Sorry voor het wiebelen. Als je hier wilt tekenen bij vraag 4 hoe je de voet ziet, kun je wel inschatten dat het licht ongeveer zo gaat. De spiegelwet is niet handig, want je weet niet waar dat normaal komt. Dus je moet nou de voet gaan spiegelen. En dan denkt hij dat de voet daar is. En dan kun je pas verder komen. Dus spiegel de voet.
op eenzelfde afstand achter de spiegel als daarvoor. Dat is stap 1. Ik heb de voet gespiegeld. V, V-accent. Nu denkt hij dus dat de voet daar is. Dan gaan we die lijn tekenen. Achter de spiegel stippel je, want daar is geen echt licht. En het licht gaat uiteraard naar het oog toe. Nou, dan je laatste straal. Die is vanuit je voet naar dit snijpunt. Dit is je constructie. 3 punten. Vraag 5. Als je de teruggekaatste lichtstraal wilt tekenen, kun je spiegelen uit het beeld. Dus je zet hier L accent. Dan moet je de spiegel een beetje verlengen. En dan kun je die straal tekenen en die straal. We kunnen ook gewoon een normaal tekenen en dan een hoek van inval is ook van terugkaatsing doen. Dus je kunt die manier doen. Of je kunt eigenlijk die manier doen. Laten we eens een normaal gaan tekenen. 1 punt voor die normaal. Ja, dan krijg je de teruggekaatste lichtstraal. Dus die moet onder dezelfde hoek gaan terugkaatsen. En hier ook. Dat gaan we nu doen. Zo, nu heb je de spiegelwet gebruikt. Hoek I is hoek T. En hier ook. Zelfde hoekjes. Nou, de teruggekaatste bundel moet je nog tekenen. Dan moet je eigenlijk die helemaal dus gaan arceren. Dit is je teruggekaatste bundel. 3 punten voor die. Vraag 6. De dode hoek. Ja, op zich als hiervoor iemand ligt, kun je hem natuurlijk niet zien. Dus heel laag je voor zou kunnen. Maar normaal gesproken, heel dat raampje kun je kijken. Dan zou de dode hoek hier ergens naast zo zitten, meestal. Hieronder laag natuurlijk ook, maar dat is meestal de gevaarlijkste plek. 1 punt, net achter het raampje. Spiegel het woord vennen. Nou, als de spiegel hier staat, dan is links en rechts omgeklapt. Laten we dat eerst doen. 1 punt voor die. En als de spiegel hieronder is, dan is boven en onder verwisseld. En boven en onder omgewisseld. De reeks kleuren die je zag heet het spectrum. Dat is 1 punt. Het gras zie je groen, omdat het groene deel dus naar je ogen wordt gereflecteerd en alle andere kleuren worden geabsorbeerd. Dus groen komt bij je ogen terecht, wordt gereflecteerd. Dus groen reflecteert, de rest wordt geabsorbeerd. 2 punten. De Nederlandse vlag onder een natriumlamp. Nou, rood kaatst alleen rood terug, maar er is geen rood licht, dus die wordt zwart. Wit kaatst alle kleuren terug, dus geel wordt teruggekaatst. En blauw kaatst alleen blauw terug, maar er is geen blauw, dus die wordt zwart. Dus zwart, geel, zwart. 2 punten, zwart, geel, zwart. 1 fout, 1 eraf. 2 toepassingen van UV-straling. Zonnebank gebruikt UV-straling of bijvoorbeeld als je geld wil herkennen op echtheid. Schrijf dan wel bij geld herkennen op echtheid, niet alleen geld. 2 toepassingen van infraroodstraling, warmtelamp of bijvoorbeeld een alarmdetector. 1 punt als je ze allebei goed hebt. Nou, hoe heet het vraagteken? Dat is de brandpuntsafstand. Dat is 1 punt. Wat verandert met het vraagteken? Het vraagteken weten we dus inmiddels de brandpuntsafstand F. Wat verandert met die F? Als de lens sterker wordt, dan wordt die kleiner. Komt het licht eerder bij elkaar? 1 punt. Teken het beeld. Nou, begin altijd met de lichtstraal door het midden. Hier zit F en aan die kant ook. Lichtstraal door het midden, die verandert niet van richting. Dan evenwijdig aan de hoofdas door F. En dan komt hier het beeld ondersteboven. Dus stap 1, teken de lichtstraal op midden, 1 punt. Stap 2, evenwijdig aan de hoofdas door F. Zet de richting van de pijltjes erbij. Hier komt je snijpunt en daar komt je beeld ondersteboven. Dat is 3 punten. Netjes tekenen met potlood, tot het de millimeter nauwkeurig. Nou, de laatste aftekenen. Dan doe je hetzelfde als hier. De lichtstraal door het midden. En dan evenwijdig aan de hoofdas door F. En dan kunnen we wel weer verder zien. Dus eerst onze heilige lichtstraal, die door het midden, superbelangrijk. Dan evenwijdig aan de hoofdas, alleen die gaat door F. Dan komt hier een snijpunt en al het licht dat hierboven vertrekt, ook waar geen regeltje voor is, komt daar onderuit. Dus deze gaat nou naar dat snijpunt. Dus als dit L is, kan ik die B noemen. 3 punten voor deze. Tel je punten op en dan is je cijfer het aantal punten gedeeld door 3. Hoe ouder je wordt, hoe slechter je kan spiegelen. Daarom heb ik eens een foutje gemaakt. Kijk of jullie me eigenlijk kunnen zien. Nou, hier staat vennen. Waarom wisselt een spiegel eigenlijk links en rechts om? Dat doet hij helemaal niet. Kijk, maar dat doe je zelf. Ik draai nou het blaadje om. En dan heb ik het spiegelbeeld. Is die goed geschreven? Even kijken.
Zeker die Anneslas. Ja, die klopt. Maar die andere. Als je dus haaks op de spiegel staat. Zo. En dan is de spiegel zo haaks daarop. Dan wordt boven en onder verwisseld. Dus kijk of dat klopt. Draai ik blaadje ondersteboven. Even checken. Hey. Kijk eens hier. Naar die N. Zie je wat ik fout heb gedaan? Is dat iemand opgevallen? Het pootje moest in de andere richting.